De moneycardfraude op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wordt momenteel onderzocht. Minister Ines Pané zegt dat haar departement het onderzoek afwacht. De afgelopen week heeft de moneycard veel kritiek gekregen en is het onderwerp van discussie geweest binnen de Nationale Assemblée. VHP-DNA-lid Stefan Matsalé bracht vorige week twee specifieke gevallen naar voren waarin ambtenaren van sociale zaken burgers zouden hebben opgelicht. Volgens Matsalé zijn leidinggevenden van een afdeling van het ministerie persoonlijk naar het huis van twee cliënten gegaan om hun moneycard in te nemen. Minister Pané zegt dat alle nieuwe gerapporteerde gevallen van fraude worden doorgestuurd voor onderzoek. Gisteren was er een evaluatie met de bank omtrent de moneycard. Er zijn inderdaad klachten ook bij het ministerie binnengekomen. En die proberen we allemaal op te pakken. Er loopt ook een politioneel onderzoek. Er loopt ook een klatonderzoek. En wij zijn ook wachtende op het resultaat van het onderzoek. Minister Pané heeft aangegeven dat het ministerie in samenwerking met de Surinaamse Postspaarbank alternatieve manieren voor de distributie van de moneycard zal overwegen naar aanleiding van de klachten. Ik ben niet bekend met het aantal gevallen, terwijl de gevallen die binnenkomen via het ministerie, die pakken we wel allemaal op en sturen we allemaal door voor onderzoek. Omtrent de controlemechanismen hebben we gisteren ook besproken dat we de distributie van de nieuwe moneycardas op een andere manier zullen aanpakken. Dus omtrent de opzet moeten we daar nog helemaal nog uitwerken, maar het wordt wel op een andere manier gedistribueerd. Dat was minister Ines Pané over de moneycard tijdens de persconferentie na de raadsvergadering afgelopen woensdag.